Goedenavond, fijn dat u meekijkt hier in een dus bijna windstil Weidewormen. De vlaggen wapperen een klein beetje, maar het is een stuk behagelijker dan pakweg een week geleden toen Jong AZ hier ook speelde. En de cameraman ongeveer met stormbanden zich moest vasthouden aan de camerapositie. Laten we hopen dat het vanavond ietsjes soepeler gaat. Het is ook iets prettiger om op de tribune te zitten. Voor de wedstrijd dus tegen Almere City FC, editie 2. De eerste editie dus ongeldig verklaard vanwege het meespelen van Kenneth Goudmijn. Hij heeft het dus meegekregen. Hij is er vanavond dus niet bij. Savastano. Dat is een aardig balletje. Druif komt goed naar de eerste paal toe. Ja, wel een lastig kwij om hem dan nog richting doel te krijgen. En ook nog over de keeper en dergelijke. Dat probeert hij wel. F. Morfidis. Handig gedaan. Maar nog altijd niet verlost daar. Van Tabouni. Nu wel. Hamouti. Hanag. Dit is voor Verheid wel aantrekkelijk en hij kopt hem tegen de paal en uiteindelijk gaat hij er niet in. Ja, zo kun je hem natuurlijk uitstekend in stelling brengen, Thomas Verheid. En dat wordt goed gedaan. Abouglal troeft Loen af, Tabouni. Tabouni, Abouglal en Smits heeft hem. En zo zijn beide elftal een keertje behoorlijk in de buurt geweest van een doelpunt. F. Morfidis ondertussen. Nog altijd F. Morfidis. Loen zou het kunnen proberen. Geen onaardige poging. Evjen, Tabouni, Abouglal probeert zich er tussendoor te wurmen, dat lukt niet. Beetje paniekerig uitverdedigen, Sugawara vangt op, Druif hier. Wil eigenlijk voor het doel staan om een voorzet in te koppen. Gudmundsson, Evjen, dat is een heel aardige poging en nu raakt AZ de lat. Een behoorlijke streep van die Noor. Eén keer klaarleggen en uithalen. Ziedend hard. Geen schijn van kans voor Smits. Kijk daar. Het beruchte duo Owen Wijndal en Myron Boadou. Sugawara, Abouglal. Ja, als AZ dan onder die druk van Almere City vandaan komt, dan is er ook gelijk wel heel veel ruimte. Zoals nu. Koopmeiners. Savastano. Tabouni, Savastano. Gaat richting Druif van heel dichtbij. Timed hij niet echt lekker. Heeft hij zelf het idee dat hij geduwd wordt. Evjen. Abouglal staat aan de rechterflank geplakt. Evjen kan zo door het midden en dat is een aardige poging. Ja, die Noor kan voetballen. Dat heeft hij al meerdere malen bewezen. Zowel in de keukenkampioendivisie als in de eredivisie. En weer Absalem. Loen. Daar is Verheij, die valt die bal aan. Is iets te enthousiast. F. Morfidis. En daar tegen Schendelaar aangeschoten. Zo moet je dat toch zeggen. Want ik heb niet het idee dat Schendelaar echt door heeft wat hij daar doet. Behalve zichzelf groot maken. En dat doet hij wel heel goed. Zo goed dat AZ nu in de tegenstoot is. Met Abouglal. Grootste kans van de wedstrijd gezien aan de ene kant. Abouglal. En die bal gaat er net niet in. En dat is een boeiend minuutje voetbal dus. En Walker ontsnapt aan een eigen goal. Kaandorp.
Komt vooralsnog ook niemand tegen. Dus alle gelegenheid voor een combinatie of een voorzet. Het wordt een combinatie met Loen. Best wel een aardige combinatie. En daar is het 1-0 via Verheid. De man die altijd als eindstation fungeert, is dat nu weer. En dit is het duo dat het doelpunt voorbereidt. Keurig gedaan door Almere City. De combinatie tussen Kaandorp en F. Morfides. Heel simpel. Goedmanson loopt eigenlijk niet mee. En dan is het wel lekker dat Thomas Verheid bijna 2 meter is. Amouglal. Evjen. Via een omweg is nog bij Goedmanson. Druif. Almere City bouwt de boel behoorlijk dicht daar in de as. Goedmanson, het is frommelen, het is friemelen. En uiteindelijk een vrije trap voor Jong AZ. Daar zijn ze het bij Almere City nou niet bepaald mee eens. Er wordt heel wat afgeduwd. De vrije trap van Druif gaat bijna de A7 op. Kijk, de onbedoelde aanstichter van het geheel. Kenzo Goudmijn, nu dus op de tribune. Dat had hij eind januari ook moeten zitten. Maar dat had de KNVB eventjes niet helemaal op orde. Savastano onderschept. Correa. De versnelling van Correa. Zoekt Hamouti op. Goed balletje. En daar is bijna Amouglal. Mirani. Knap gedaan door Kaandorp. Aanname met de schouder. Dat zie je toch niet vaak gebeuren. Ahanach. Ben Sabou. En in de handen bij Schendelaar. Mirani. F. Morfidis binnendoor. Nog altijd Mirani. F. Morfidis. Dit is een grote kans voor Almere City. En via via gaat hij er niet in. Hamouti. Savastano stapt in en zit mis. En dus is Hamouti er vandoor. En daar is Ahanach niet door de benen bij Schendelaar. En dan in tweede instantie schiet hij niet. En dat had hij beter wel kunnen doen. Want het doel leek leeg. En in de tegenstoot is hier Correa. Zo kan het snel gaan. Van bijna 0-2 naar een kans voor Jong AZ. En die is voor Druif en die rost er bijna ook binnen. Weer een spectaculaire aanval. Correa. Hier is Tabouni. Leeballetje. Amouglal. Dit mag verder. En dus is daar Kaandorp met een versnelling. Is behoorlijk rap met ballen al. Kaandorp. Ja, die voelt zich thuis hier. Letterlijk en figuurlijk. Weer de kluitjescorner variant. En die leidt bijna tot een treffer. En het is bijna knap dat Kaandorp hem er niet in krijgt. De man van de avond eigenlijk vooralsnog aan de zijde van Almere City. F. Morfidis. Schendelaar geeft een herkansing weg. En dat doet hij dan zelf best wel aardig nog. Tabouni. Amouglal vangt op. En Amouglal haalt aardig uit. Onderschepping Savastano. Hamouti doet eigenlijk hetzelfde. Dus is hier F. Morfidis. Heeft Hamouti bij zich. Kan het ook zelf doen. Dat is wel zijn idee. Verheid. Kans nog voor Ben Sabou. Schendelaar. Klem vast. Druif. Terug naar Amouglal. Maar daar zit Absalem half tussen. Amouglal krijgt hem terug. En dit is een nuttige interceptie. En uiteindelijk gaat hij er in twee instanties ook niet in. Via Amouglal. Bakker.
Mooie opening naar Sugawara. Sugawara strak laag voor. Balker maakt er een corner van. In principe niet heel veel spelers van Jong AZ voor het doel. Maar goed, je hoeft er maar eentje te vinden. Zoals Druijf hier. En die knikt dus binnen. Ja, als er eentje staat die gevonden wordt, dan kan het dus tot een doelpunt leiden. De combinatie Sugawara-Druijf in dit geval. Eigenlijk alleen Jacobs en Druijf potentieel mikpunt. Het wordt Druijf. En dan gooit Smits nog wel alle trossen los, maar hij komt er echt niet meer bij. En zo drukt Jong AZ door. Proberen ze de 2-1 te maken en krijgt Oosting daar nu de kans voor. Legt hem af op Correia. Handig wippertje zeg. En de 2-1 voor Jong AZ is daar. De topscorer van Jong AZ doet het. Maar het wippertje van Correia mag het toch ook zijn. Heel ingenieus. Een van de laatste kansen om nog een puntje te pakken. En die kans blijft bestaan, want er komt een corner. Weer die vragende blik. Nu mag Smits wel mee naar voren. De blessuretijd is inmiddels verstreken. In plaats van 2 punten erbij. Een puntje minder. Of misschien hetzelfde resultaat. En wordt het ook nog 3-1. Dat lijkt me wel, want Abu Ghlal kan nu op het lege doel af. En kan de eindstand gaan bepalen op 3-1 voor Jong AZ. En zo is het feest groot. Dit is trouwens nog een behoorlijk stevige ingreep. Nergens voor nodig ook. Abu Ghlal, die er 2 maakte in die ongeldig verklaarde wedstrijd, krijgt er daar eentje voor terug. En zo is Almere City de grote verliezer van deze wedstrijd. Konden genoegen nemen met een puntje. Wilde er 3 en daarom werd deze wedstrijd overgespeeld. En nu staan ze met lege handen. Dankzij 3 doelpunten in het laatste kwartier van Jong AZ. Nou ja, als team hadden wij wel het gevoel dat het juist in zat. Omdat wij kansen kregen. Ik nog, schoot nog op de paal. Nou, Zaka in ieder geval, dat jij, wat je zegt, van die een misschoot. Daarna ik nog een kans die een misschoot. Ja, en nog een aantal kansen. En ja, dan heb je als team het gevoel van, oké, okay, ja, het kan wel echt. Ja, en dan in ieder geval geeft die 1-1 een boost. En gelukkig kom je op 2-1 een mooie. Mooie 2-1 zeker. En dan die 3-1 is altijd lekker natuurlijk in de laatste minuut. Zo'n countertje. Ja, als je tot de 77e minuut 1-0 voor staat, dan is het wel zuur als je 3-1 wint, 3-1 verliest. Ja. Waar gaat het mis na die 77e minuut volgens jou? Ja, geen, ik voelde het een klein beetje aankomen wel dat ze iets sterker werden. Ik denk dat wij iets teruggedrongen werden. En dan maken ze gewoon 3 keer goed af. Ja. Ja, zo'n foutje van de KNVB pakt dan mooi uit. Ja, we hadden het voor de wedstrijd over. Ja. Wat betreft ons, wij waren tevreden met een punt. Maar als de tegenstander per se nog wil voor de 2 extra punten, dan gaan wij daar natuurlijk ook voor. Ja, die ambitie die doet jullie uiteindelijk goed. Naar de wedstrijd kijkend, is het ook meer dan terecht? Ik vond dat we de eerste helft het moeilijk hadden. Ik vond een volwassener Almere en wij kwamen maar niet op gang. Het tempo was iets laag en we kwamen niet zo goed de tegenstander onder druk zetten. We moesten meer achteruit. En ja, de goal die is ook een dekkingsfout, denk ik. Maar de tweede helft zag je wat meer energie erin komen en ook beter voetbal. Ja, en dat was in de eerste wedstrijd ook al, dat we dan gewoon een grote kans hebben. Als ik alle onze kansen ga optellen, ja, dan belonen we onszelf niet. We gooien de wedstrijd niet op slot. Niks aan een hele goede eerste helft. We moeten 2-0 voorstaan met rust. In de tweede helft, ik weet niet hoeveel kansen dat we creëren, maar ja, je scoort niet. En daardoor blijft AZ in de wedstrijd. En ja, dan blijft het erin geloven. In plaats van de 2-0 maakt, of zelfs de 3-0, kansen zat. En die maak je niet. En dat nek je wel op het eind. Ja.